Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Mensen denken vaak dat wanneer we ouder worden, dat we minder gaan doen omdat we minder kunnen. Maar dat is eigenlijk net omgekeerd. We kunnen juist minder doordat we minder doen. Ik wil daarvan een voorbeeld geven en dat is Johanna Kwaas. Dat is een Duitse dame. Zij is ondertussen 97 jaar oud en nog steeds in de vorm van haar leven. Ze beoefent gymnastiek en ze is daar nooit mee gestopt, met het gevolg dat ze er nog steeds heel erg goed in is. Je ziet haar op deze beelden op 94-jarige leeftijd deelnemen als oudste deelnemer aan de competitie in Duitsland. Dit voorbeeld wilde ik even aanhalen, gewoon om te tonen, als je blijft bewegen, als je blijft trainen, dan kan je je lichaam echt wel sterk maken. Het hoeft niet op het niveau van Johanna te zijn, maar ook jij kan je lichaam sterker maken, zodat je binnen 10, 15 of 20 jaar nog alle dingen wilt doen die jij wilt blijven doen. We gaan vandaag meteen een workout doen voor onze buikspieren. Let's go! Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! Ik heb dus voor vandaag 6 oefeningen geselecteerd voor de buikspieren. Als opwarming ervoor, dus apart, gaan we eventjes niet de knieën heffen, maar we gaan de handen heffen. Eén hand is hoog, één hand is laag. Je mag ofwel een vuist maken, ofwel geen vuist maken. Dan mag je kiezen. Ja. Of je mag ook de vuist en het open hand afwisselen, altijd boven en beneden even knijpen, zodat de schoudergordel een beetje warm raakt. Heel goed, je doet het fantastisch. Alright. Oké. En dan mag je één voet, je mag beide voeten laten staan. En dan gaan we gewoon zijwaarts één vuist strekken. Dus links naar rechts, rechts naar links. Ga in het begin niet te ver. Ja? En naarmate je een beetje warm raakt, kan je stilaan iets verder gaan reiken. Terwijl je dit doet, je draait dus altijd in je bovenlichaam. Probeer je buikspieren aan te spannen. Ja. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Dan gaan we zitten op de stoel. We gaan één voet heffen. Eén voet hef je van de grond. Als je hem ver van u kan houden, zoveel te beter. Als je dat niet kan, geen probleem. En dan gaan we wisselen. Ja. Hup. En dan gaan we wisselen. Oké. Dat lukt. Ja. En nog eens wisselen. Hup. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. 1, 2. 1, 2. Je mag ook 3 seconden nemen. Daar ben je natuurlijk vrij in. Oké. Nog 5. 4. 3, 2, 1. Oké, dan blijf je op de stoel zitten. Handen, je mag een beetje naar voren met de benen. En je gaat je handen naar boven brengen. En je gaat op die manier hout hakken. Ja. Van links naar rechts ga je. Hup. En hop. Je voelt ook als je naar boven gaat, ga je buikspieren rekken. En als je naar beneden komt, ga je buikspieren aanspannen. Dat is de bedoeling van vandaag, dat we die buikspieren laten werken. Heel goed. Heel goed. Ga bovenaan zo hoog als jij kan. Rustig aan. En je mag elke oefening trager doen dan dat ik ze voordoe. Sneller mag ook altijd. Maar hoeft zeker niet even snel te zijn. Oké, super. We staan dan recht. Heel goed. Dan ga je terug naar de stoel vastnemen voor een beetje evenwicht. Eén vuist of één hand in de lucht brengen. En dan ga je je knie daar naartoe heffen. Oké.
perfect. Een beetje zijwaarts mag dat zijn. Alright. Heel goed, heel goed. Nog 5. 4. 3. 2. Dus dan gaan we wisselen naar de andere kant. Stoel opnieuw vastnemen. Eén hand komt van hoog naar laag en de knie naar die elleboog. Heel goed. Kom aan, we zijn halfweg. Bovenlichaam mag gerust een beetje meeneigen naar die knie. Het hoeft geen pijn te doen. Als je echt ergens pijn voelt, gaat dat een beetje minder ver. En dat is de laatste al. En dan mag je terug gaan zitten op de stoel. Je leunt tegen de leuning, maar je schuift met je zitvlak wel een beetje naar voren. En dan gaan we de armen voor de borst kruisen en recht komen van de leuning. Recht komen en terug ertegen, maar niet je volledige gewicht in de stoel laten hangen. Gewoon even raken en terug recht als je kan. Wil je het makkelijker maken, ga je iets dichter zitten bij de leuning. Wil je het moeilijker maken, ga je verder van de leuning weg. Voeten zijn gewoon een beetje gespreid en dan gaan we terug zijwaarts ofwel duwen ofwel boksen. Aan jou de keuze. Heel goed. Heel goed. Vergeet niet de buikspieren aan te spreken en op te spannen. Buikspieroefening, maar tegelijk ook een oefening die je wervelkolom en je rug dus een beetje losmaakt. 3, 2, 1. En dan gaan we terug zitten op onze stoel. En dan 1 voet heffen. 1, 2, 3. Wissel. 2 seconden, 3 seconden. Dat kan je variëren. Ja. Je kan het ook sneller gaan doen. Bij de helft, hou het vol. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, laatste, 2, 3. Oké, dan blijven we zitten op de stoel en we gaan opnieuw ons hout hakken. Dus één keer links, omhoog en dan naar rechts. Oké, heel goed. Hup. En hakken. Hup. En hakken. Oké, je mag loskomen van de stoel. Oké, bij elke hak die naar beneden gaat. Oké, kom aan, je doet het fantastisch. Hup. Kom aan, volhouden. Nog 4, 3, 2, 1. En handen rustig laten zakken. We staan terug rustig recht en we gaan onze stoel terug nemen als evenwichtspunt. Hand is omhoog en komt zijwaarts naar de knie. En je mag daarbij dus het lichaam een beetje laten neigen naar die kant.
die voorbij de helft nog een dikke 10 seconden. Naar de andere zijde terug. Hier. Hand is in de lucht. En strekken. Heel goed, heel goed. Kom maar. Hè. Die buikspieren zijn heel goed aan het werk vandaag. Zijn belangrijk bij het voorkomen of het verhelpen van rugpijn of andere pijntjes in de regio van de heup. 3, 2, 1. En rust. Dan zitten we bij onze allerlaatste. Gaan we terug zitten op de stoel. Zit vlak een beetje naar voren. Handen gekruist en recht komen. Hup. Heel goed. Ja. Heel goed. Als je het nog moeilijker wil maken, dan schuif gerust nog een beetje naar voren. Want je zit vaak. Dan wordt het echt al een zware buikspieroefening. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het belangrijkste is dat we bezig zijn, dat we in beweging zijn. En dat we het elke dag doen, want dan ga je vooruit. Nog 3, 2, 1 en het zit erop. Oké, fantastisch gewerkt met die buikspieren. Mijn buikspieren voelen het zeker. Ik hoop de jouwe ook. Ik hoop dat je er morgen ook bij bent. Als je nog niet geabonneerd bent, klik hier dan op de rode knop hieronder om te abonneren. Dan krijg je morgen ook een melding dat er een nieuwe video is. En als je dat volhoudt elke dag, dan komt op een week ongeveer elke spiergroep voldoende aan bod. En dan zal je waarschijnlijk beter voelen, meer energie hebben en misschien ook wel minder rugpijn hebben of andere ongemakken. Ik zie jullie heel graag morgen terug in een nieuwe workout. Use it or lose it!